Op mijn werk merk ik dat ik me door de overvloed aan binnenkomende mails en telefoontjes slecht kan focussen. Hoe kan ik mezelf tegen alle binnenkomende prikkels beschermen? Ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, want als de telefoon gaat, dan moet je de telefoon ook opnemen. En zeker als je werkt, dan kun je hem niet laten gaan. Wat wel wijs is, is om, om je werk wat te verdelen. Hooggevoelige mensen, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, gelukkig. Vroeger dacht iedereen dat het nog tussen de oren zat. Maar er is echt gedegen onderzoek gedaan. En hooggevoelige mensen kunnen heel geconcentreerd werken, ook heel foutloos werken. Maar hebben nodig om na een periode even, herstelmoment, even pauze te nemen. Dus als je hooggevoelig bent, is het goed om je bijvoorbeeld te focussen op de mails. Dat je denkt, oké, ik ga even een periode mails doen, dan laat ik het weer even liggen. Dan haal ik een kopje koffie en dan ga ik gewoon wat telefoontjes doen. En af en toe, zeg maar even pauzeren, helpt enorm om precies datgene te doen waar je goed in bent. Namelijk om foutloos geconcentreerd te werken. Maar je moet stoppen. In de onderzoeken was ook grappig dat juist niet hooggevoelige mensen, ze gaven ze allemaal een opdracht met van die puntjes verbinden, zoals kinderen dat ook kunnen doen. En dan werken hooggevoelige mensen vrij foutloos en geconcentreerd, maar moeten even stoppen, gaan dan door met de volgende opdracht. Terwijl niet hooggevoelige mensen gewoon de hele dag doorgaan. Uiteindelijk werken ze ongeveer even snel, alleen ze werken anders. Dus mensen die hooggevoelig zijn, zorgen vaak niet zo goed voor zichzelf. Dus die denken wat een ander kan, moet ik ook kunnen. Dus die jakkeren door. En dat loopt vaak niet goed. Dus pauzeren.